komt het dat de non-profit meeloopt met hert boven hert? Ja, dat is heel logisch, denk ik. Hè. Zorg en welzijn is onze invalshoek. Maar natuurlijk vandaag ook al de andere invalshoeken, de culturele sector, onderwijs, alle dingen die eigenlijk over een andere samenleving gaan. Wij willen een samenleving waarin er geïnvesteerd wordt in zorg en welzijn, zodanig dat iedereen recht heeft op zorg en zij niet moeten wachten op wachtlijsten of heel veel moeten betalen om zorg te krijgen. Eigenlijk past die boodschap van de non-profit helemaal in dit blok van Samen Rijk. Is dit blok bewust gekozen? Ja, natuurlijk, omdat Samen Rijk betekent natuurlijk figuurlijk rijk. Samen Rijk betekent dat we een rijke samenleving kunnen zijn als we zorg dragen voor iedereen. Als er cultuur is, als er onderwijs is, dat is Samen Rijk. En op een andere manier dan zoals nu de echte rijken gespaard worden en niet eens hun bijdrage doen aan deze samenleving. Ja, en dan volgt er een besparingsbeleid, terwijl er eigenlijk wel een alternatief is. Want dat is ook vandaag de boodschap. Er is wel een alternatief. En ik denk dat al deze mensen daarvoor naar hier gekomen zijn, naar Brussel zijn gekomen, vanuit hun invalshoek, de welke het ook is, denk ik dat iedereen samen hier zegt, er is wel een alternatief voor dit soort van regeringsbeleid dat heel hard is en heel conservatief eigenlijk ook. Hè, ons terug wil brengen naar een gespleten samenleving met grote verschillen tussen rijk en arm. En dat is niet wat wij willen. MUZIEK